Goedemorgen, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Deze vlog wordt weer een weekendvlog. Ik zit nu in mijn auto. Ik ga zo meteen naar werk. Ik ben alweer aan het zweten in de auto. Oh my god, it's so hot today. Volgens mij wordt het een hele hete dag vandaag. Maar goed. Ik moet eerst naar Napa. Dat is hier een soort van autocentrum. Mijn band was namelijk lek. Goed. Ik weet niet of ik Napa nog ga halen. Want ik had even een gesprekje met de buurman, de lokale buurman. Gisteren had namelijk Lisa een beetje een akkefietje met hem. Omdat zij tegen zijn auto was aangereden. Dus hij was een beetje boos. En dan weet je wel hoe het gaat hier, als iemand hier boos is. Dus ja. Goed, we hebben het toch nog gehaald. We zijn aangekomen bij de Tire Center van Napa. En hier kan je dus je auto laten maken voor een prikkie, als het goed is. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar het zal vast wel goed komen op dit moment. But I don't know if this one has a gap. Yeah, a gap somewhere in the tire. The pressure in it is good. Alright. Oké, dus ik ben bij Napa geweest, zoals je net al kon zien, voor mijn banden. Hij heeft nu alle banden gecheckt en gedubbelcheckt, dus twee keer. En er is letterlijk niks aan de hand. So that's freaking weird, right? Dus hij zei, ja, yeah, someone is messing with you, la la. Ik dacht, nou ja, wie moet het dan zijn? Goed, we zijn nu bij CLC, het centrum voor geïmporteerde spullen. Ik ga namelijk Demi helpen met het inladen van haar spullen voor haar huis. Zij heeft namelijk een inboedel laten komen. En dat past gewoon niet in zo'n kleine auto. There she goes. What the hell is going on over here? Dus ik ga even de auto uit hoor. Wat zei die nou? Kunnen we gaan? Oké. Demi, dit zijn je spullen. Oh my god, these are a lot of boxes. Oh, kijk, ik zie de kleding. Oh. Finally! Hij had ons helemaal alleen gelaten. Nou moeten we het zelf uitzoeken. Kijk, hij heeft die doos hier gelaten. Dus hij denkt, nou, jullie zoeken de naam maar uit. Nee. Ik denk dat hij ons echt hier laat. Gaat hij heen? Oh, hij maakt zoveel lawaai met die auto al. Dit is van mij. Ja. Oké, mag ik dat zelf gewoon inladen? Ja, en je moet dit ding hebben. Ja. Oké, let's go. Je moet dit plastic hebben? Oh nee, dat plastic mag eraf hoor. Oké. Jullie hebben geen pick-up, jullie hebben een auto. Ik heb dus 8 dozen. Ja, denk ik wel. En daar gaan we nog 7. Kan het dicht? Nee, laat maar. Wauw! Het fit! Wow! Ik ben zo super aan het zweten. Nou, echt respect voor die mensen die hier in die hitte werken. Want, ik zweep mezelf een naadje uit. Ja, iemand zwaaide naar me. Alleen het kut is dus dat ik nu niks kan zien. Dus ik zie niet wat er achter me rijdt. Ik zie niet wat er aan de zijkant rijdt. Nou, dat wordt dus een hele gevaarlijke rit. Nou, super. Dit zijn dus 15 dozen. Demi en ik hebben ze even naar binnen gehaald. Het is momenteel 1:15. En we hebben tot 2:15. Dan moeten we weer terug naar werk. En ik zat eraan te denken om even naar, hoe heet die winkel? Homeplus. Nou, Homeplus te gaan. En Homeplus is een soort van Action over hier. Dus ik dacht, hey, misschien kan ik daar eventjes wat kleine dingetjes vinden voor thuis. En we hebben nou toch nog de tijd. Dus ik denk dat we daar even naartoe gaan. Nou, Demi, wie ben je? Ja, ik ben Demi. Wij werken natuurlijk samen. Hartstikke leuk. Ik ben hier geïmigreerd. Ik woon hier sinds een maandje. Ja, want waarom wil je eigenlijk uit Nederland? Nou, weet je, zelf de reden als die van jou, denk ik. Mm-hmm. Nederland is het gewoon net niet. Ja, ik denk gewoon niet dat ik daar uiteindelijk gelukkig zou kunnen worden. En hier denk ik het wel. Mooi gesproken. Ja, inderdaad. Cheers. Hey, we zijn dus nu in de Homeplus en zoals ik al zei is dit een soort van Action. En ik zie echt allemaal dingen waarvan ik denk, dit moet ik op. Ik heb some mirrors right here. Ja, ik weet nou niet of ik nepplanten in mijn huis zou nemen in plaats van echte planten. Ik heb hier altijd een beetje een rare gedachte over. Kijk, dat looks a bit weird though. Moet je nog een leuke vaas hebben? Nee. Dit is echt mega schattig. Hier ben ik echt zware fan van. Heel veel sportspulletjes. Hoeveel kost dat? 74 gulden. Ah, dat is hella expensive. Don't buy it over here. Ja, sportspullen zijn hier echt wel duur, zie ik. Dus dat, nee. That's not gonna work out. Oh, dat is best een mooi kleed om in huis neer te leggen. But yeah. Laat maar weer. Handdoeken hier zijn echt super duur. Het maakt niet uit waar je komt. Dit moet je dus door twee delen. Voor één handdoek, hè. Dit is voor één handdoek. Kan je nagaan. Zo, ik ben thuisgekomen en ik moet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tasjes meenemen. Deze kan dicht. Die hou ik sowieso vast.
En deze zo. Dan denk ik dat ik wel alles heb. God, heb ik weer die oude sleutel in de tas gedaan. Daar gaan we weer. Zo chaotisch. Ik heb mijn tas sowieso. Dan heb ik nog mijn laptoptas die mee moet. God damn. Dan heb ik nog deze tas die mee moet. En dan heb ik nog deze tas die mee moet. That's a lot. Het eerste wat ik altijd doe, standaard als ik thuis kom, is even de airco aanzetten. Want dan is het gewoon wat benauwder. Dus dan... I need some fresh air. Oké, ik heb heel even een ander shirt aangetrokken. En het is al wel wat frisser in mijn kamer. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb wat dingetjes gekocht voor in huis. Yay! Als eerste heb ik, zoals jullie al eerder in de vlog zagen, gekozen voor een room mat voor in de badkamer. Ik was namelijk echt op zoek naar een mooi badkamerkleed wat eigenlijk matching was met de vloer, maar ook met het toilet. En ja, op Curaçao kan je dat heel gemakkelijk vinden. Alleen voor een best wel duur prijsje. Voor wat je ervoor terugkrijgt. En dat vind ik zonde. Maar in deze winkel heb ik een keuze kunnen maken uit een paar matjes. En uiteindelijk is deze daar uitgekomen. Ik denk dat de prijs 20 gulden was. Dus 10 euro ongeveer. Voor de rest heb ik een kleedsprei gekocht voor op bed. Die was 15 gulden. Dus ongeveer 7,5 euro. Dus ook niet heel erg duur. En hij is dik en groot. Dus ik zou hem ook mooi als sprei kunnen gebruiken hier. En als laatste heb ik een... dekbedovertrek gekocht. Want die ene die uit Nederland komt is net te groot. En dit is de maat van het bed als het goed is. En die er nu op ligt is een beetje viezig. Ik bedoel, je gaat er heel snel in zweten. En I don't like that. De prijs hiervan was geloof ik ook iets van 10 gulden. Dus ongeveer 5 euro. Nou, cheap as fuck. Maar dan komt dit geval van pas. En dit was toch echt een rip uit mijn lijf. Ik ga niet de prijs vertellen, maar het was heel duur. Dit is een jurkje. Er is een winkeltje bij Renaissance. Hij heet Soho. En ja, die is gewoon wel wat prijzig qua jurkjes. Maar je krijgt echt weer iets heel moois voor terug. Dus hij heeft hier een soort split aan de zijkant. Hier kan je hem wat strakker zetten. En hij heeft één mouwtje. Dus ja, dat heb ik gekocht. Oh my god, kijk hoe leuk als je dit zo openmaakt. Dat kleed maakt het helemaal af. Ik moet dus nog het bed schilderen, de spiegel schilderen en het nachtkastje schilderen. Want what the fuck is dit voor color? Dat staat gewoon totaal niet. Maar hoe ik het er nu uit vind zien, echt... I love it. Zo, ik heb me heel eventjes klaargemaakt voor vanavond. Ik draag mijn jurk. Ik ga hem zo even in de spiegel laten zien. Ronde oorbelletjes, LV-kettingje en mijn make-up is gedaan. En zo, dit is het blauwe jurkje. Hij is echt kobaltblauw, dus echt een super mooie kleur. Eén mouw en hier is die open. Dus ik vind hem echt heel erg leuk. Yeah! God, het is thuis gekomen hoor, na 600 jaar. Ik weet niet waar ze uitgehangen heeft, maar goed. Wij dragen beide een blauwe jurk. Blue on blue, baby. Blue on blue. Oh, I swear I love it. Let's see. Koortjes, koortjes. Dus wij gaan allebei in blauw en dat was echt eigenlijk niet gepland, hè? Nee, het was heel toevallig. Ja, het was echt toevallig. Ik zag deze jurk, toen dacht ik, oh, wat een mooie kleur. Toen kwam ik Lisa tegen en toen zei ze, ik doe ook blauw aan vanavond. Toen dacht ik, hey, that's nice. Doe even door op de bus. Maak je er natuurlijk grapjes over, maar dat is natuurlijk hartstikke erg. Want iemand heeft gewoon een fucking pistool gepakt en die heeft geschoten daar in die zaak. Komt ook zo aan zo, dat zie je. Ja, maar dit is echt hartstikke eng eigenlijk. Dus als je dit... Dat was echt een schietpartij. Ja, dat was echt een fucking schietpartij. Dus we lopen nu met z'n allen richting een andere club. Want ja, er is fucking iemand met een pistool geweest. En we doen er allemaal lakoniek over, maar dat is geen grap, hè? Ja, heel lakoniek. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Weg, ja, het was echt bam, bam, bam. En we gingen weg. Nee, oh, was er al die drukken nog aan, man. Ja, dat deed me ook nog, ja. Ik kon lassen nog aan, man. Nou, club op mijn hakken, ik vind helemaal niks. Gaat het goed met die hakken dan? Nou, ik vind het heel veel fijn, dus ja. Niet meteen de film. Nou, ik vind het wel een heel luguber steegje ingaan, hoor. Just saying. Goed, schietpartij is geweest. Next step, just gonna party on, whatever. After party, ik ben vanavond toxic. We gaan lekker, dus praat geen onzin. Vandaag zijn we op to something. After party, ik ben vanavond toxic. We gaan lekker, dus praat geen onzin.
god, we rijden in zoveel regen. Nou, je moet het eens checken. Nou, het maakt nu net alsof ik in Nederland ben, joh. Jezus zeg. En eerlijk gezegd heb ik echt zoveel zin in chicken wings nadat ik ben uit geweest. Dus ik heb daar, ja, ik heb geen woorden voor hoeveel zin ik erin heb. So let's see of ze hebben chicken wings. Bon dia. Het is momenteel buiten hartstikke hard aan het regenen. Dus ja, Lisa en ik wilden naar het strand om uit te brakken. Alleen we weten niet of dat, ja, gaat lukken als het blijft regenen. Dus we weten niet wat we moeten doen. Het is buiten momenteel nog steeds aan het regenen. Dus ik heb besloten om eventjes binnen te gaan trainen. In een hele simpele pyjama outfit. De sporttop is wel van Gymshark. Hele mooie kleur. Dit is echt mijn favoriete kleur. En ik heb natuurlijk hier mijn matje neergelegd. Dus we gaan heel eventjes buik trainen. The summer on you. Oeh, zweet me dood. Oké, ik ga heel even een douche nemen. Daarna even kijken wat voor bikini ik aan ga doen. En dan kunnen we gaan. Yes. Denk ik. Ja, het is echt gestopt met regenen. Oh, dat is tegen mij wat. Ik had het ook tegen jou. Oh. Het ligt er weer geweldig bij. Ja, het is hier echt weer een bende. Ik had gisteren opgeruimd. Nou, je ziet het wel weer. Ach, word je toch niet goed van. Ja, ik heb me heel eventjes omgekleed. Ik draag vandaag een bruine bikini met shell earrings. Dit is de bikini. Hartstikke leuk allemaal. En Lisa draagt, zoals ik net al had laten zien, een heel mooi blauw jurkje met een rokje. Kosten een vermogen, hè? Ja, maar dan heb je ook wat. Het is al 3:50. We werden ook echt super laat wakker. Ik denk, ik iets van 11:30 en Lisa nog wat later zelfs. We gaan nu richting Contiki en dan gaan we stiekem proberen binnen te sluipen. Want ja, het is natuurlijk eigenlijk alleen voor hotelgasten om daar te liggen. Maar we know a shortcut. So. Dus dit is de totale outfit geworden om heel eventjes richting Contiki te gaan. Broekje is van Zara en topje is van Shine of Shein. Ja, Lisa die heeft dus weer honger. Hè? En ik heb nog niks gegeven. Ik heb niks kan vreten deze dag. Ja, ik eet echt heel erg niet. Ja, ik ben het gewoon gewend. Ik moet ook een helemaal maken. Nee, ik ook niet. Nou, daar gaan we weer hoor. We're going with the Lamborghini with 3 colors. Kleur 1. Kleur 2. Kleur 3. Auto met rust, joh. Maar wat zei je nou? Dus er was een ongeluk gebeurd met deze auto? Ja, dus er is een andere achterkant op, want iemand was erop ingereden. Dus ja. Dus hij heeft een achterkant. Ik ga er ook bijna. Wat? Wat is deze cross er al op? Oh my god, dit is echt nieuw. Heeft iemand anders dat gedaan? Ja, zwaar. Toch heb ik het zelf gedaan. Oh my god. Had jij dit sowieso al erop? Weet ik niet. Oh my god. Ja, dat was wel. Nee, echt, was dat ik echt weet zo? Niet, dat was wel niet vals. Nou, die bol krijg ik niet van niet terug. Het is toch een schooierbak geworden? Unbelievable. Ik heb ook geen tuten. Hallo, Jezus, goedemorgen. Denk jij dat de buurman je heeft teruggepakt? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Dat denk ik ook niet. Kan niet anders. Ze zijn heel vriendelijk op het einde. Ja, dat zou echt. Ik heb geld gekregen, ze deden heel hard ineens. Maar je hebt die auto gisteren niet gebruikt. Dus wie heeft er dan wel tegen jouw auto aangereden? Maar met een witte auto. Was het wit? Wel wit. Ja, maar krassen zijn altijd wit. Nee, want die krassen bij die buurman die waren blauw. Die waren 3 kleuren. Krassen die jij had gemaakt, die waren rood, wit, blauw. We zijn dus nu bij Contiki. Ja, hier gaan we heel eventjes uitbrakken. Want je kan hier zo lekker chillen. Het is echt abnormaal hoe mooi het hier is. Het is echt een small jungle. Oh, al die vogeltjes ook hier. Het is wel een beetje bewolkt. Maar het is niet zo heel erg. Oh ja, dat is wel het enige nadeel hier. Het is echt benauwd hier. Dat heb je op andere plekken niet. Nee, het lucht niet door, nee. Maar goed, Lisa en ik gaan heel eventjes fotootjes maken. Want het is zo'n mooie omgeving. Dus we be right back. Wat ben jij mooi? Wat ben jij liefje? Wat een mooie kappie! Het is onderhand al 4:15. We hebben besloten dat we hier gewoon eventjes wat fotootjes hebben gemaakt. En we gaan zo meteen naar Mambo Beach om daar gewoon eventjes lekker te chillen en ook te zwemmen. Dus voor de rest,
hè, kan je hier gewoon lekker chillen voor als je wil uitbrakken en als je wat mooie foto's wil maken, want daar is het echt perfect voor. Maar voor zwemmen en hè, om dat allemaal te doen, is toch echt het strand wel iets beter. Goed, we zijn net eventjes langs Mambo Beach gelopen en het was echt leeg. Niemand was er gewoon, dus we dachten, nou, hier gaan we niet liggen. Er zit geen leven in niks. Dus we gaan naar Zanzi, want ja, daar is namelijk zo met een happy hour, dus er zal wel meer leven zijn. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió. Yo solo sé que montaron. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la dicta. Zo, we zijn weer terug in de auto waar deze vlog eigenlijk helemaal begon. Lisa die slaapt nog, die ligt in bed. Ik ga ook niet zeggen wat ik vandaag ga doen. Want dan verklap ik ook weer alles natuurlijk. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Ik ga weer zweterig verder zoals het begin. Als je deze video nou leuk vond, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet het niet te liken, jullie weten hoe het gaat. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Fijne dag, tot snel. Doei! Mama, he did it again. Thank you.